Hi guys, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik het met jullie hebben over mijn favoriete bikinis en badpakken voor de komende maanden. Het wordt hopelijk iets warmer. Jullie gaan misschien wel op vakantie. Misschien dat je ergens heen gaat met heel veel zon, zee en strand. En ik dacht, laat ik het eens hebben over welke trends daarbij horen. Misschien niet per se trends, want het zijn meer dingen die ik heel erg fijn vind. Maar ik heb een aantal van mijn favorites verzameld. Sommige zijn nog verkrijgbaar in de winkels en een aantal zijn wat ouder. Maar dan weet ik zeker dat je wel vergelijkbare modellen kan vinden. Het zijn ook wel allemaal verschillende soorten dingetjes. Dus laten we beginnen. Ik heb ze hier, hier in deze Kate Moss tas. Dus ja, let's do it. Ik merk dat ik de afgelopen maanden eigenlijk heel erg verliefd ben geworden op badpakken. En ik denk dat ik ze stiekem liever draag dan een bikini. Omdat ik het ook eigenlijk wel wat lekkerder vind. Het is wat relaxter. Je maakt je niet zoveel druk om of dingen wel goed zitten of niet. En je kan je er wat vrijer in bewegen. Dus ik heb best wel behoorlijk wat badpakken verzameld. Dit is er eentje die ik al een tijdje heb van Love Stories. En het is een jaren 60 model. Jaren 50, 60 met een baby roze en witte streep erdoorheen. Met hier knopen aan de voorkant. Deze kun je zo sexy en niet sexy maken als je zelf wil. Als je de knopen vrij ver naar beneden opent, is die behoorlijk sexy. En als je ze dicht laat, dan is het echt wel wat meer schattig en soort van pin-up model. Ik vind Love Stories sowieso hele leuke badpakken hebben en hele leuke spulletjes. Dus als je nog iets zoekt, het is wat prijziger, maar zeker de moeite waard om eens te kijken. En ze zitten behoorlijk lekker, zakken niet af. Deze schijnt wel een heel klein beetje door. Dus let daarop als je mee gaat zwemmen. Kan zijn dat hij een klein beetje doorschijnt, maar dit is wel een hele leuke. Wat betreft bikinis probeer ik altijd te gaan voor bikinis waarvan het broekje niet zo heel erg strak zit. Ik voel me daar altijd een beetje onprettig bij ofzo. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik merk bij bikinibroekjes als ze super strak zitten, dan kan je gewoon voller lijken dan je bent. Want dan gaan bepaalde vetjes gaan toch over het broekje hangen en dat wil je niet per se. Dus als nieuwe favoriet heb ik dit model. Dit is een bikini van Zoe Karsen. En het is een soort van sportieve boventop waarop Muse staat. En de onderkant is gewoon een simpel broekje, best wel hoog ook. Met een hartje op je bips, op je butt. En deze vind ik gewoon heel erg fijn omdat het wat sportiever is. En het is niet per se zo'n hele mega super sexy beach bikini. Het is meer een soort van happy, vrolijk, goed voor als je gaat zwemmen binnen de deur. Hoe zeg je dat? In een binnenzwembad. En ook voor het strand. Deze schijnt overigens niet door. En ik vind Muse ook heel leuk wat erop staat. Dus sowieso dit model is wel heel handig als je bijvoorbeeld iets grotere borsten hebt. Dan vind ik dit wel een heel fijn model omdat ze gewoon lekker compact hierin verwerkt zitten. Ik ben met mijn kleding best wel simpel, maar ik vind wel leuk om met bikinis en badpakken wat losser te gaan qua printjes. En dit is eentje van Boohoo en het heeft een soort van tribal Aztec print. Het broekje zit heel lekker, heel comfortabel, gewoon een simpel bikinibroekje. En het topje is dus een soort, even kijken, zo. Ik weet even niet, heet dit halter? Volgens mij heet het een haltermodel. Die is dus gesloten aan de voorkant en dan heb je aan de achterkant twee bandjes die je vast moet maken. En dit vind ik echt een superleuke. Ik had deze ooit op Instagram gezet en ik kreeg er heel veel vragen over. Het is dus van Boohoo van vorig jaar, maar ik weet zeker dat ze zulk soort dingen wel in de collectie hebben. En dit is ook perfect denk ik voor als je toch in je bikinileven wat meer exposure wilt en iets meer los wil gaan met kleur. Dit badpak is echt een van mijn nieuwe favorieten. Ik heb deze gekregen van Annie Annie. Ik kende dat merk nog niet, maar het is echt een super mooi luxury badpakmerk. Het is dus een ribbelstof en hij heeft een soort van Versace-achtige gouden gesp en die gaat dan over één schouder en die andere schouder is vrij en met deze riem kan je hem dus vastmaken. Die hoort dus om je middel en ik vond deze zo vreselijk mooi. Ik kreeg hem toen ik de covershoot had gedaan voor Talkies, toen kreeg ik deze als bedankje, echt heel erg lief. En ik vind het echt zo'n fijn badpak, ik voel me hier heel prettig bij. Omdat het een ribbelstof is, wordt het ook automatisch wat meer ingesnoerd of zo. Dat komt door de stof die erin zit. En je borsten zijn padded, dus er zit een voorgevormd stukje bij je borsten in, waardoor het ook altijd heel erg mooi valt. Zeker een aanrader, deze is vrij recent, dus die is vast nog in de webshop verkrijgbaar. Het zal je niet ontgaan zijn dat ik heel erg dol ben op baby pink. Ik vind gewoon alles wat roze is heel leuk. Vroeger was ik anti-roze en nu opeens
ben ik niet meer anti-roze. Ik hou ervan. En dit is een best wel controversiële bikini. Het is van het label Her. Is volgens mij een Australisch label. En ik heb hem al een jaartje. Maar zoals je kan zien aan het kaartje heb ik hem nog niet echt gedragen. Ik heb hem ooit aangehad op Instagram. En toen kreeg ik heel veel opmerkingen van mensen die hem niet mooi vonden. Die vonden dat het mijn figuur niks deed. En dat komt denk ik omdat het broekje vrij hoog zit. Het is echt een high-waisted broek. En daar kan je natuurlijk nog wel eens wat voller in lijken dan je bent. En het kan een beetje aanvoelen als een luier. Ik ben heel erg fan van dit soort modellen, ook al vindt niet iedereen het staan. Want ik vind het gewoon super vrouwelijk en heel erg sexy om een beetje dat pin-up gevoel te hebben. En het topje kan je als bandeau dragen, maar je kunt hem ook als een halter top dragen. Dan heb ik een soort van heel schattig, bijna negligé-achtige badpak. Dit is van Missoni en het printje is ook heel klassiek Missoni voor wie het merk kent. Het is echt een heel mooi Italiaans familiemerk en zij staan er ook onbekend dat ze heel geraffineerd details leveren. Dus ik ben super gek op dit schelpjesmotiefje die op de randjes zit. En ja, ik vind het gewoon een hele vrolijke, schattige geheel. Het sluit dus in je nek en dan heb je aan de achterkant heb je een los stukje ja, waar je dit aan de achterkant vast kan maken. En hier heb je nog een stukje wat open is. Je zou denken dat dit heel erg sexy valt, omdat er best wel veel open blote stukken zijn. Maar het valt eigenlijk mee. Je wordt er best wel schattig in. Dan heb ik wel een babe bikini. Dit vind ik wel echt een hele sexy luipaardprint. Ik hou sowieso onwijs van dierenprintjes. En wat ik hieraan leuk vond, dit is eentje van Zoe Karsen. Sowieso vind ik het heel fijn dat bij dit soort klassieke bikinibroekjes dat je de bandjes zelf kan aantrekken, waardoor je dus zelf kan bepalen hoe strak of los die zit. Ook op dagen dat je je misschien wat minder lekker voelt. En ik vond het hier heel leuk dat de leopardprint, dat niet de klassieker is. Dus niet zo'n met bruin tinten, maar in het blauw. En dat vind ik gewoon heel erg happy en vrolijk. Dan heb ik nog twee badpakken. Dit is er eentje die ik net nieuw heb gekocht. En dit is van H&M met een hele mooie, bijna een waterschilderij, waterverf schilderijachtig printje. Ik heb hem ook in het wit en die heb ik op Snapchat gezet. En daarvan vroegen heel veel waar dat badpak van was. Dat is dus deze. Ik zag deze op de trendafdeling volgens mij. En er hingen er nog een paar. En toen dacht ik, oh, ik moet dit gewoon wel hebben. Het model is best wel ouderwets jaren 80. Dus aan de achterkant vrij laag uitgesneden. En aan de voorkant kun je hem ook best wel hoog optrekken. Waardoor je zo'n heel sexy, hoe noem je dat? Ik moet heel erg denken aan van die videoclips. Dat dan die meisjes in van die hele hoog uitgesneden broekjes aan het dansen zijn. Maar ik denk ook dat door de print dat het best wel stijlvol is. En ik denk dat hierbij ook heel erg afhangt van hoe je het verder afstijlt. Als je hem te hoog omhoog trekt en je bent soort van alles is too much, dan kan het heel snel te veel worden. Maar als je het gewoon simpel afstijlt met een stijlvolle hoed of een stijlvol rokje of een jeans vind ik ook heel erg leuk. Dan kan het ook nog door als topje. Dat vind ik sowieso fijn van badpakken. Dat ze bijna als een soort van top voor de avond door kunnen gaan als je daar een toffe jeans of zo onder draagt. En de laatste badpak die heb ik al best wel lang. Of in ieder geval vorig jaar zomer, dus nog niet een jaar. Maar deze is van Boohoo. En ik kon deze niet meer vinden op de webshop. Maar ik hoop dat ze nog wel zoiets nog een keer erop gaan zetten. Want deze is zo simpel, maar zo sexy en zo mooi. Ik krijg er altijd complimenten over. Het is een simpel badpakstof gecombineerd met mesh aan de bovenkant. En dan nog deze strepen hier aan de onderkant. En hij valt gewoon niet zo op als je hem ziet. Maar als je hem aan hebt, is hij echt prachtig. En dit is toch wel, denk ik, mijn favoriete badpak van alles wat hier tussen zit. Omdat het altijd goed is. Ik voel me er goed in. Het is nog wel stijlvol, maar het is ook wel heel sexy. Dus ik hoop echt dat Boohoo nog meer van dit soort modellen gaat maken. Maar als jij op zoek bent naar zoiets, koop iets met mesh en badpakstof gecombineerd. En dat is eigenlijk altijd goed. En dat was het. Dit waren mijn favoriete badpakken / bikinis voor de zomer. Laat me ook even in de comments weten waar jullie op vakantie gaan. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat ik zelf nog even weg kan, maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik vind het altijd leuk om te weten waar jullie heen gaan. En ook of je vragen hebt, dan kan ik ze altijd beantwoorden. Vergeet je ook niet te abonneren en vergeet me niet te volgen op Instagram en Snapchat. En voor nu was dat het. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie volgende week weer.